Hallo, vandaag willen we jullie graag nog een andere fantastische eigenschap laten zien van Loxom Config 11.3 Netwerk Intercommunicatie. Jullie kennen Tree Intercommunicatie al en zoals de naam suggereert is Netwerk Intercommunicatie vrij gelijkaardig en ziet er ook bijna net hetzelfde uit in Loxom Config. Netwerk Intercommunicatie kan gebruikt worden om te communiceren tussen miniservers via je lokaal gebiedsnetwerk of zelfs over het World Wide Web. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om een status van je toelatingscontrole vanuit je weekendverblijf te versturen naar je home miniserver. Dus laten we even kijken in Loxom Config. Je kan de Network Intercommunicatie in elk project terugvinden onder Network Periphery. Voor je kan starten, moet je je miniserver een idee geven dat je terug kan vinden op de andere systemen. Dit is net hetzelfde bij Tree Intercommunicatie. Hierna creëer je een Remote System object waar je de ID van de tweede miniserver invult, als ook het netwerkadres van de tweede miniserver. Dit adres kan een IP-adres zijn, hostnaam of broadcast-adres. Dan kan je de output creëren met de packet IDs. De output kan digitaal, analoog of tekst zijn, zoals bij Tree Intercommunicatie. Dan kan je bij de tweede miniserver de zoekfunctie gebruiken om de inkomende pakketten te vinden. Zoals je kan zien, werkt en ziet het er net hetzelfde uit als bij Tree Intercommunicatie, behalve dat je een netwerkadres moet invoeren. Net zoals bij Tree Intercommunicatie kan je een encryptie gebruiken. Let wel op, om de encryptie te laten werken, moeten beide servers in staat zijn om berichten naar elkaar te sturen. Als je berichten via het World Wide Web wilt versturen, moet je port forwardings doen bij de intercommunicatiepoorten. Dit was een andere snelle blik in een van de toepassingen van Loxom Config 11.3. We hopen dat u het leuk vond en tot volgende keer.